Voorzitter, toen 10 jaar geleden Rutte aantrad als premier in 2010 was er een woningtekort van ongeveer 100.000 woningen. Dat probleem is in 10 jaar tijd niet opgelost. Het is gierend verergerd. Het huidige woningtekort bedraagt maar liefst 131.000 woningen. En dat tekort zal bij ongewijzigd beleid oplopen tot 420.000 woningen over 5 jaar. Meer dan 40.000 mensen zijn inmiddels dakloos in Nederland. De huurprijzen zijn met 26,5% gestegen. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in talloze regio's 5 tot 10 jaar. De gemiddelde prijs voor een starterswoning is €400.000. En starters kunnen gemiddeld maar voor €250.000 aan hypotheek krijgen. Forum voor Democratie wil voortvarend gaan bouwen. We willen volop steun voor bouwprojecten met oog voor de esthetiek van onze in schoonheid onovertroffen oude steden. Maar we willen ook aandacht voor de achterliggende oorzaken van de huidige crisis. Niemand durft erover te spreken en ik begrijp wel waarom. Want VVD, CDA en de andere kartelpartijen hebben kilo's boter op het hoofd. De woningnood komt door de alsmaar voortgaande massale immigratie. Enerzijds. Honderdduizenden immigranten mochten onder Rutte naar Nederland komen. Ze kregen dikwijls voorrang bij een woning. Het kabinet weigerde ernst te maken met terugkeer- en uitzetbeleid. Het tekende het Marrakesh Immigratiepact. En de nieuwe leider van het CDA, Hugo de Jonge, vertelde deze zomer aan de regio dat daar de komende jaren nog 1 miljoen mensen bij moeten gaan komen. Anderzijds komt de woningnood door de absurde en zinloze klimaat- en milieuplannen. Door tal van klimaatmaatregelen zoals warmtepompen, het aardgasverbod en andere zaken is de prijs van woningen enorm gestegen. Corporaties moeten op dit moment bovendien eerst verduurzamen voordat ze mogen bijbouwen, terwijl nu nieuwe woningen nodig zijn. Doe dat dan eerst, zegt Forum voor Democratie. En leg die absurde door de EU gedicteerde stikstofregels die de bouw blokkeren naast je neer. Voorzitter, simpelweg pleiten voor bouwen, 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 zoals de VVD nu ineens doet, klinkt leuk, maar gaat voorbij aan de realiteit van het eigen beleid, door hen zelf gevoerde beleid. Natuurlijk moet er op korte termijn, als de wiede weer gaat bijgebouwd worden, de druk moet van de ketel. Maar zolang de grenzen van ons land wagenwijd open blijven staan, staat bijbouwen gelijk aan dweilen met de kraan open. En zolang het kabinet bouwers blijft dwingen tot peperdure klimaatfratsen, blijven de woningprijzen keihard stijgen. Ook al lezen we maand na maand dat het project van het aardgas af een flop van de eeuw is, er wordt niets van geleerd. Wij willen het woningtekort dus bij de wortel aanpakken. Door paal en perk te stellen aan de massa-immigratie en te stoppen met het wanstaltige klimaatbeleid. Verder pleiten we voor simpele, snelle maatregelen, zoals afschaffen van het eigen woningforfait, geen boete bij aflossen van de hypotheek, afschaffing van de villatax, die tijdelijk werd ingevoerd, maar er is geen maatregel blijkbaar zo eeuwigdurend als een tijdelijke, verruiming van de kansen voor starters door een makkelijker hypotheek en een starterslening. En al deze maatregelen moeten nu worden genomen. En als dat niet gebeurt, dan kan de kiezer op 17 maart helpen om dat alsnog te realiseren. Dank u wel.